Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, mensen. Het is verkoopdag nummer 2. Jullie hebben allemaal Duitsland kunnen zien. Die heeft volgens mij in 24 uur iets van 80.000 weergaven. Iedereen heeft die video geliked. We hebben volgens mij al 8.000 likes op die video. En zo naar jullie allemaal als jullie die video al hebben gekeken. Hebben jullie niet gekeken, ga dan zeker even kijken. En laat even een like achter, want ik vroeg volgens mij om de 5.000 likes. Staat we al binnen een paar uur op. Echt insane gewoon. We zijn nu, zoals jullie kunnen zien, bij Haokan. En het sneeuwt behoorlijk hard. Ik moet je zeggen, ik hou eerder van sneeuw tijdens kerst. Maar nu is de sneeuw niet zo chill. Het is ook super koud daardoor. En het is maar hopen eigenlijk dat het niet blijft liggen. Want anders krijg je natuurlijk glad en zo. En dat willen we niet hebben. We gaan zo meteen naar Haokan, want we hebben een afspraak daar zo. Met Albert die daarachter loopt. Dat we even zelf onze bestelling mogen ophalen. En dat vind ik wel super vet natuurlijk. Echt zo naar Haokan sowieso. En dan gaan we zo meteen door naar andere winkels. Dus jullie gaan nu zien dat wij bij Haokan naar binnen gaan. Let's go! Voor wat er regels zijn. Ja. Personeel. We gaan even onze eigen bestelling ophalen. Kijk, mensen. Die achterkant. Ja hoor. Heeft hij even gefixt natuurlijk. Sowieso. We gaan zo even de bunker in. Halen onze eigen bestelling op. En dan zien jullie ons zo meteen naar de bunker. Mee met Albert. We gaan even de bunker in. Bestelling zelf ophalen. Luxe. Even kijken wat Albert heeft staan namelijk. Ja, 20 van die kanonslagen toch besteld van die dozen? Ja, 2400 hebben we. Ja, deze ging hard. Ja, gaat die hard? Zo, die waren erg hard. Ja, maar weet je wat ik heb gedaan? Ik heb samen zoontje gegeven, 2 doosjes. Dit is echt goeie. Ja, we hebben dus op dit moment ook even instructies gekregen van de one and only. Achter worden wat dozen weggetild. Die gaan allemaal natuurlijk naar misschien wel jullie toe, maar mensen die hebben besteld. Op dit moment is de winkel ook nog open bij Haokan. Toch? Nog een paar uren in ieder geval, want vandaag is het natuurlijk 30 december. En je kan vandaag ook nog kopen. Dus ik zou zeggen, ga er zeker even langs, want nu is het echt... Ja, je bent zo weer buiten eigenlijk. Dit gaat dit jaar echt voor spoeden. Het gaat hartstikke lekker en op is op natuurlijk, dus... Nou, dit is dus die allergrootste. Hoeveel kilo was die nou, zei je net? 31? 31 kilo als je komt ophalen en 32 als wij hem binnenkrijgen. Want we mogen maar 20 kilo per persoon meegeven. Wij hebben hem 10 keer op het lijstje staan, dus... 10 keer? Nou ja, dat kan. Dat staan er nog net genoeg. Ja, we gaan hem ontkooien. Dat is verplicht, toch? Ja, dat is wel makkelijk. Of wil jij thuis met een schaartje je metaal eromheen en gaan knippen? Nou, dan gaan we gelijk kijken. Deze heb ik besteld. Dat is namelijk de Ultimate Mythology Box van 129 euro. Compound. Gevaarlijke dingen. Ja, eigenlijk gevaarlijker dan dat de kooien er niet omheen zouden zitten. Antrop, dat hij niet uit toe klapt. Hè. Oh, wacht even. Zou hier, ja. Anders klapt hij dan nog. Zo. En nu is hij eraf op dit moment. Kijk maar, we hebben hem uit de doos gehaald. En daar hebben we hem. Klappen. Naar binnen? Ja. Dat doe je altijd? Ja, ik klap hem altijd naar binnen toe. Dat is makkelijker. Alle klappen. Ja, alle klappen. Zo. Kijk. En dan heb je een mooie stevige doos. Bandito's, dat zijn pijltjes. Dat zijn pijlen. Die staan. Zo. Film, check. Die gaat ook van het lijstje. Staat ook op als het goed is. Die vindt het kan er weer halen. Ja. Die hebben we ook super mooi. Prachtig keken. Hey, die rotjes die knallen goed, man, mensen. Ja, deze zijn erg goed. Die knallen echt goed. Even kijken. Staan ze nog even zien. Ben ik nou scheef of. Hey, kijk, daar. Oh, dat is één pakketje. Even de shocks. Er zit er 40 in. Zo, de Sky Explosion. Kiezen we even een hele mooie uit, zoals in de winkel. Nou, het doosje begint al aardig vol te raken. Vakken vullen, mensen. Het is heel druk op dit moment. Of in ieder geval, als jullie bestellingen ophalen hier zo, dan is het eigenlijk binnen, ja, heel snel ben je weer buiten. Dus we hadden er ook hier eentje van. In de losse bunker stond hij niet meer, dus hij gaat ontzettend snel deze kennelijk. Klopt. En we gaan even er eentje uithalen. Ja, dat moeten we voordoen. Daar hebben we dat materiaal. Er zit waarschijnlijk weer een kooi omheen. Ja, maar dat is niet, trouwens, dat is niet erg hoor. Je kan hem ook gewoon zo meenemen. Ja, dat weet ik. Maar dan krijg ik dus 3 tekort voor andere klanten. Kijk eens. Kijk eens jongens. Eventcake nummer 3. Mooi ding, hoor. Zo. Veel besteld? Deze? Ja, nou ja, het zijn de laatste paar. Ze zijn uitgekocht volgens mij. Heb je zelf ook, Albert? Nee, dit jaar niet. Oh echt? Maar vorig jaar wel? Ik heb hem voor mij vorig jaar wel gehad, inderdaad. Ik weet het wel, wel zeker. Nou, eentje voor jezelf. Oh, wat was hem? En dan mag je meetellen en dan gaan we naar voren toe. Oh, gaat wel afhandelen. Hey, hoe... Oké. Okay. Yes. Hey, hier staat hij. Heb je die nou toegepakt? Mag ik hem even terugzetten?
Nee, maar het regent al niet meer echt, hè? Ja, het is gedroogd. Ja. Dan kom ik thuis, gaan we Kees niet aan. Nee, ja. Ik word het leeg halen, dan is het ook nog een keer. Ja, ja, ja. Ik zal hem wel even doen. Ja, maar fijne jaarwisseling, jongens. Ja, en succes jaar... nog even. Yes, jullie kunnen allemaal hier nog even wat bestellen, want zoals jullie weten is de winkel nog tot vanavond open. En dan halen jullie op deze mooie toonbank ook een mooie pakketje op. Dus later gasten. Yes, tot volgende keer. Yes. En zo hebben we weer een achterbak die aardig vol is. Lekker toch? Ja, zeker. Maar dit past niet. Maar, ik weet het, anders hou je deze er even uit. Ze ligt hier box eruit. Wacht even, dat elke keer wachten mee. Ah joh, kijk, komen we er wel. Oké, ik ken die weer dicht. Kijk, de mooiste voor. Zo, hij past dus echt weer niet, hè, in de achterbak, helaas. Maar goed, dat is deze dagen zo. Er is nog eens één ding. Dankjewel. Ja. Goed uiteinde. Jullie kunnen allemaal nog naar Nauwe kan komen. Hij is nog open. En misschien komen jullie ons ook wel tegen, want wij zijn hier sowieso ook nog. Zometeen ook nog wel eventjes, denk ik. En voor jullie is het natuurlijk, vandaag is de 30ste, voor ons is het nog de 29ste. Maar wij zijn in ieder geval morgen hier ook nog aanwezig. Kom even langs voor een koffietje, dus Albert, succes. Dankjewel. En stress, einde, niet te hard werken, hè? Ja, ja, kan het makkelijk niet bijhouden. Je moet keihard werken natuurlijk, want met oud en nieuw kan je genieten. Lanter. Ja, we zitten dus weer in de auto. Haalkamp was best wel leuk, omdat we natuurlijk zelf het vuurwerk mochten ophalen. En we gaan nu laat ik jullie op dit moment even beelden zien van gisteren. Want gisteren mochten we ook vuurwerk ophalen natuurlijk. Is voor jullie eergisteren. Maar we hebben best wel wat gehaald in verschillende steden. En die beelden komen er zo aan. En we hebben best wel veel opgehaald daar, waaronder een aantal kartonnen dingen. Waaronder Thunder Kings gaan jullie nu zien. Dus ik ga jullie daar nu naartoe gooien. Later! De Duitsland video hebben jullie toch hier nu kunnen zien dat de kofferbak opnieuw vol kan. En dat er eigenlijk gewoon door middel van ja, een karton rotjes, twee dozen, nog een cakeje. Een paar cakejes inderdaad. German Power? Nee, leek erop. Ja, klopt. Ja, shocks inderdaad, wat pijlen. En dadelijk daar zo komt natuurlijk van Intratuin, dat is nog meer. Dus we gaan nu nog een keer naar een andere winkel. Dus we gaan snel de winkel in, man. Klopt. Let's go. Zo voor Red Bastards, hè? Ja. Voor als het verboden wordt, laten we het daar maar op houden. Klopt. We kunnen het toch niet laten om toch wel wat af te steken natuurlijk. Dit is een van de alligators, één shot. Van een alligator. Ja. Thunder King alligator. Ik ben nu op een mooie plek met iemand last van hebt, dus... Gaat de lucht in? Ik denk... Ja. Deze even zo... Lekker geluidje, hè? Als het maar niet met oud en nieuw is. Klopt. Dat zou wel leuk zijn. Zo, hard. Ja, man. Red Bastard. Ik heb twee karton van, dus ik hoop echt dat die goed zijn. Een Red Bastard. Er zit wel een Sierfek aan. Sierfek hier eraan. Zo, hoor je dat piepie? Deze gaat wel netjes. We staan op dit moment voor Zena Delft, zoals jullie wel weten. Deze winkel die zit gewoon in Delft en dat is wel vet. Ik kreeg heel veel vragen van mensen ook over Zena Delft. Of ze hier dan ook illegaal zouden verkopen. Nou, illegaal is niet voor niks illegaal. Dus hier hebben ze dat ook niet, maar ze hebben wel mooie cakes liggen. Hier staan alle, zoals je al verwacht, hallo, dit is Ron. Hard werken. De sheet staat nog flink vol. Ja. Morgen, zaterdag, verwachten we dat het echt leeg is. Echt gaat knallen. Ja.
lachen. Dus hier staat alles dicht. Hier staan ook de compound blokken. Ja, precies. Hier staat alles. Nice. Alles met kooien en dat soort dingen. Ja, sowieso. Ja. En eigenlijk nog een vraag erover. Want hebben jullie al je leveringen nu al gehad? Of gaat het nee, nog wel komen? Er komt er vandaag niks meer. Want die bunker was ook gewoon helemaal vol, zoals je zag. Oh, ja, ja, ja. Morgenochtend komt nog een beetje hardlopen. Zo, het achterbakje ligt weer vol. Dat is hoe het hoort deze dagen. 1.4, 1.4, 1.4. We gaan nu naar de volgende shop. Ja jongens, op dit moment sta ik bij Haalkamp in Pijnakker. En ik kreeg een bericht dat er iemand graag wilde dat we hierheen kwamen. En dat is deze jongen. Ik heb een patch gegeven van Pijnakker. Ben je wel met Pleinen, toch? Ja, natuurlijk. En jij hebt sowieso zelf een kanaal. Hoe heet dat kanaal ook? Finnyboy. Finnyboy. Linkje staat sowieso in de beschrijving. Ik zou zeggen, check hem ook allemaal even. Ik ga even zo erbij zitten. Ik ben wel heel lang voor jou. Ja. Maar heb je ook veel vuurwerk? Heel veel vuurwerk. En je vader houdt ook van vuurwerk natuurlijk, dus zo netjes. Maar wat ga je doen met de auto's avond? Ga je de hele avond afsteken of? Ja, we gaan de hele avond afsteken. En dit jaar gaan we heel veel vuurgaan en in vuurpijlen doen we vorig jaar weer. Oké, dus dit jaar zit meer vuurpijlen. Ja. Hebben wij eigenlijk ook. Maar dat gaan jullie in ieder geval kunnen zien. Check sowieso allemaal op zijn kanaal. Waarschijnlijk ook binnenkort een afsteekvideo met mij. Dus, ja, dat komt zeker. Lachen. Check hem sowieso allemaal. Zo. Illegaal. Hij staat recht. Nou, kijk eens. Lekker hoor. Lekker. Ja, gooi even op die berg daar, op die berg. Oh kut, zit een dingetje op. Gestoor die. Gooi daar op die berg. Om die berm daar zo. Tempo. Wat zeg je? Tempo. Kijk hè. Kijk. Ja. Deze is mooi. Is die leuk? Deze is mooi. Deze, nou moeten we echt even met die auto weglaten. Nou deze. Wow. Ja, steek maar aan hoor. Het is gewoon vuurpijlen. Peter, doe het thuis niet aan, maar hij is bij ons eigenlijk spontaan uit de cake gevallen. Uh-huh. Dus we steken hem nu even aan, dus eigenlijk een dunne king. Niet te dicht op het gras, weet je. Dat ging nou niet zo heel hard. Nee. Hij ging er net harder. Ja, man. Hij is omgevallen. Ja. Chokey. Aan een vatertje. Ik kan wel dat hij de goede kant op maakt. Zo. Oei! Een story aan het woord. Stel, ik zie een 0-shock. Ja, ja! De 0-15 stel. Hierheen, hij schiet hierin. Kijk maar. Nee, totaal. Je hoort gewoon het hele park. Ja? Wat?